kom je, professor Warhoofd? Zeker, professor Lego. Ik ben er klaar voor, denk ik. Wat gaan we ook alweer doen? We hebben een nieuwe opdracht van professor Peter. Weet alles beter. We gaan schat zoeken. Oh ja, dat was ik even vergeten. Ja, laten we eens kijken wat er in de doos zit. Ja. Oh. Een kaart. Gaaf. Oh ja, hier staat het. 50 stappen naar het noorden. En 30 naar het westen en dan tot de holle boom. Oh, daar ligt de schat. Ja, kom, we gaan. Ja. Waar ga jij heen? Ja, naar het noorden. Nee, ik ging naar het noorden. Hoe kan dat nou? Hoe weet jij nou waar het noorden is? Ja, dat weet ik veel. Ja, maar je weet toch ook niks? Laten we de professor bellen. Ja. Goedemorgen, professortjes. Hier, professor Peter weet alles beter van het INK, het Instituut der Nuttige Kennis. Heerlijk, hè, zo'n ochtendwandeling. Maar jullie kijken helemaal niet zo blij. Kunnen jullie de weg naar de schat niet vinden? Nee, professor. Er staat, ga 50 stappen naar het noorden. Maar hoe kunnen we nou weten waar het noorden is? Hebben jullie daar niet in de doos gekeken? Daar zit een kompas in. En de pijl van de kompas wijst altijd naar het noorden. Zo kunnen jullie de weg wel vinden. Kompas? Huh? Ja, dat moet hem zijn, want daar staat de pijl op. Oh, er is daar het noorden. Laten we gaan. Oké. Juist, professortjes. Nu kunnen jullie wel de weg vinden. Jezus' vrienden waren ook de weg kwijt. Ze vroegen aan Jezus, wilt u ons de weg naar de hemel laten zien? Toen zei Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is een soort kompas waarmee je de juiste weg kunt vinden. De weg van de waarheid. Als je de weg van de waarheid volgt, kom je altijd bij Jezus uit. Succes met jullie speurtocht.